Duyster gaat over drie studenten die een filmproject moeten maken voor school. En het gaat over Johannes Duyster, dus ze doen een onderzoek naar een oude beul. En dat loopt eigenlijk helemaal fout, ze ontdekken heel veel dingen en daar komt de horror aan te pas. Dus het is een heel, heel speciaal einde. En hoe aanwezig was de heks in het Antwerpen van die tijd? Ah, dan zijn we nu aanbeland bij het verhaal van Johannes Duyster. Dat is een found footage horrorfilm. Dus dat wil zeggen dat de beelden lijken alsof dat ze echt zijn gevonden. Dus het is een hele speciale manier van filmen. Ook heel speciaal als acteur om daar wel in mee te spelen. Omdat we moeten doen alsof dat wij alles filmen. Dus dat is wel anders dan hoe dat we Panna hebben gefilmd. Maar ook heel leuk. Holy shit, what the fuck zijn we? Cinefox.